This combine is a huge. En de knap kunt er even bij. Ja, de knap kunt er bij. En mijn net wel een liedje band, pa. Oh, dan ken ze maar met biatje. Lou kwam dan ook een biatje aan. Daar hebben we er weer een. Een miskoop. Ja, een miskoop. Een Lexion sukkel. 3, 2, 1, spring. Ja, nou is hij bij mij weer goed. Nou, huh? Waar ben je nu? Hier. Oh. Serieus? Ja, ik zeg je niet. Ja? Bubbles. Goeiedag, hè. Goeiedag, hè. Al wat? Goud. Mooi. Tien, hè? Ja. Goud? Ja, ook goud. Ja. Mooi. Bergen. Ben je nog naar aan het combinen, hè? Ik heb alles eraf en mogen gewoon gelukkig beginnen zijn. Dacht ik al. Ik denk helemaal mooi hebben zijn. Ook leuk. Ja, leuk. Nee, we gaan hem lekker combinen met z'n tweeën. We kopen er gewoon nog een bier. We hebben geen geld voor. We hebben nog... niet uit met geld voor de safety bar. Hoe vaak je er wordt een leukere neer. Die safety bar. Hou op, man. Ik heb het niet meer. Ik moet pissen. Zij rijst een kloor. Dat hebben we ook gedaan. Mooi combine, hè? Ja, mooi ding, hè? Ja. Annie, ik wil nooit in die 1056 rijden, hoor. Nee. Ik wil even kijken of de GPS ook even goed ingesteld is. Dat is wel even interessant. Ja, snap ik wel. Ja. Ik wil een smal bekje. Kun je me door niet versporen? Nou, een grotere bek. Jawel. Zei ik direct al, maar ja, jij wou die hebben. Ja, dit is met transport. Ideaal. Ideaal. Heb je niet meer van die dingen? Ja, maar een combine bij. Oh, dat is nice. Met safety bar. Waarom hebben die van 7,2 meter? Dat denk ik. Wat is dat? Hoorde ze dat? Ja. Oh. Goed microfoontje. Ja, dat bedoel ik. Dat hoorde dan weer wel. Die teamspeaker is zo knap, ik ruik hem gewoon. Allemaal. Nee, zo. Ze is al vol? Zeker al. 41%. Schiet niet op met dit ding. Vrij rap. Jawel. Ja. Ja, wat is het volgende doel eigenlijk? Oh ja, mest. Wij moeten een mestverspreider. En ik heb de tank verkocht, dus die moet ook nieuw. Oeh, verkocht. De tank is weg. Omdat die glitchte, vertelden ze. Ik denk, druk me dat ding. Oh. Hoe is dat? Ja, goed. Bad. Met z'n er ook weer bomen op. Jawel, hè? Gelukkig. Ja. Jij? Niet helemaal nog. Nee, hè? Nee, sinds. Nou, weet je wel. Ja, dat weet ik ook wel. Hoef ook niet inhoudelijk op in te gaan. Nee, dat vind ik niet. Ik denk dat, dat is ook persoonlijk, laat maar zitten. Dat hoeft niet aan de hele wereld. Nee, dat is ook zo. Dat vind ik ook. Zo hebben we dat bij mij ook mooi opgelost en nu ben ik echt weer bovenop. Ja. Moeten we het vertellen of niet? Nee. Niet doen, hè? Nee. Dat is net even, misschien ooit nog. Misschien dan een van de laatste uitzendingen ooit, misschien ooit ja, een keer. Ja, maar het is net nog even te vers, weet je wel? Ja. Dan heb ik het idee dat ik dan weer daar een trauma van kan krijgen ja, dat en dat weer moet gaan verwerken. Even te kort geleden allemaal. Ja, precies. Het was gisteren pas, dus. Ja, precies. Ja, dat is wel even... Weet ik. Bent u ook zo benieuwd? Ja. Vraag het even in de reacties. Ja. Misschien, kijk dan hier misschien reageert u wel. Het hele verhaal. Ja. Kies toen een tikje voor u misschien, maar... Zeker. Hou maar op. Ja. Waar ga je ze dan heen brengen? Sell everything. Dat is hier rechting over. Jongen!
Ik ging gewoon de roet steken in een merk. Ik had een piep er wel boven mijn kind. Ja. Maar wat kost een leuke mestwagen? Kun je even kijken? Een mestwagen. Ga jij eens even in de administratie. Oké. Okay. Ja, wat is leuk? Zo'n schouten? Nou, mest. Een vaste mestwagen. Oh, vaste mest. Geen vloeibare mest. Oh. Nou, als wij een beetje een knapper willen hebben, zit je toch al in het segment van de DST 16. Ja, 16 kubber. De Flex 23. We hebben het al gauw over een bedrag tussen de 58.000 en de 85.000. Nee. Ja. Is dat zo duur? Ook kiezen voor... Moet dat zo duur? Welke hadden wij? We hadden er geen. Die kalkstrooier, kan daar ook stront in? Nee. Dan zijn we verlost. Zo'n Strautmann. Een Strautmann, ja. Een Strautmann. En die Strautmann... Gülleverspreider? ...had een 8,5 kubieke meter. Wie viel? Wie groß? 8,5. Nogmaals? 8,5. 8,5? Ja. Ja? 8,5. Das ist 3... Drei keer gas geven. Na, 3 Merlot-bakjes, ja? Ja. Oh, warte. Halten panelen erop. 12,5. Ah, dat moesten we hebben. En dat kost 5,550. Die kunnen we nu ook kopen. Wat voor scheiding is dat? Ik heb nog niet voor te sparen. Dit is best een mooi dingetje, hoor. Wat is dat voor ding nou? Ja, een mestverspreider. De Streublitz? De Strautmann. Streublitz BF5. Nou, daar kun je toch prima mee doen? Dacht ik. Doe maar. Heb al gedaan. Hm. Ik ga mee. Ik ook net. Oh, dat is dom. Even my god. Als je dat veldje kloort, mag ik dan ook even combine? Ja, natuurlijk wel. Oh, je bent de leukste, liefste neef van de hele wereld. Nee, dan gaan we nou sporen voor de strontank. Een nieuwe strontank. Die schout waar ik het over had bijvoorbeeld. Ja, dan hebben we het over ongeveer 70.000 à 80.000 euro. Euro? Euro. Doe kist, als het wilst, 56. Is niet van, is van ons, dus die kunnen we nog verkopen. Maar dan komen we nooit. Nooit. Wacht even, man. Veld 56. Oh ja, ik zie het, ja. Daar komen we inderdaad niet vaak. Maar, wat? Nog nooit. Ja, de eerste aflevens. Oh, weet je hoeveel dat oplevert? Nou. Die hele rommel alweer kopen. Ja. Daar ben ik maar geen zorgen. Dat is wel relaxed warmen eigenlijk. Jawel, maar het is sound juist niet relaxed warmen. Nee, maar als dat... goed ons best doen voor het procent. Als dat land voor is, dan is het ook echt... dan kunnen we echt niks meer. Nee? En dan straks is... Oh, 26... Als we 26 verkopen, dan hebben we mooi aan het land met je wiemekanen. 26 zit er zo'n storm noord, verkoop daar ook maar. Hoe levert hij op? 116 doet, koop je direct weer dingen, trekken er niet. Oh, maakt dat nooit. Nee. Ja. Nee. Toch? Klopt, hè. Maar we kunnen inderdaad 53. Ja, ja dat stuk. Of ik heb een idee. 56 kan nee, weg, maar je kan er ook een nieuw stuk land weer voor kopen. 112. Dan neem een mooi blokje. Ja, klopt. Bioens. Ja, 112. Dat is dus 35. Maar die is, denk ik, duurder. Dat denk ik ook, die is groter. Oh, die is... Ja, die kunnen we dan niet betalen. Tenzij wij 16, 17, 18 en 19 verkopen, waar je nu bezig bent, dan kan het wel. Dus 74, 75, 76, 77. Ja. Als we al ons land verkopen... Dan kan het wel. Dan kunnen we heel veel nieuws kopen. Nou, weet je wat? Niet doen. Nee, nou, dan gaan we eerst niks doen. Nee. We kunnen wel... Nog een paar weidenslepen kopen. We kunnen ongeveer 83 weidenslepen kopen. Ja, dat is wel leuk. Dat is wel lachen, hè? Je kan niet genoeg weidenslepen hebben dan nee. Nee, ik weet het. Mijn naam erbij zich klinkt het al heel intimiderend. Ja. Wie nou, anders nooit. Nee, Ronald. Oh, hou op, joh. Wel even duidelijk zijn. Ja, beter. We kunnen... Ja? Paren. Paarden? Paarden.
Oh, sparen. Ja, sparen. Ken je dat? Nee, dat ken ik niet. Gaat mooi. Ik ben er hard. Ik heb er hard tegen de laten laden. Ja? Ja. Verrijker staat natuurlijk nog bij de bio. Kan ik niet mes verspreiden? Mes. Ken ik niet. Pet. Pet. Mes. Mest verspreiden niet veel. Mest verspreider. Mest verspreider. Mest verstrijder. Mest. Mest. Mesterfvrijer. Mest. Mest ver. Strijder. Strijder. Even hoor. Hij is allemaal voor, mest sterrenvrijder? Nee, we hebben zo weinig vaste mest. Ja? Eigenlijk gewoon een beetje overdreven. Maar goed. We hebben nog wel, hoeveel hebben we? Eén vracht maar of zo dan? Ja, zoiets. Oh? Eigenlijk de moeite niet waard. Oh, ik ben de deur. Ben je de deur? Ja. En ik kom bijna aanwinst. Ja, jong. Weet je, nou al bijna weer terugverdiend, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Wil dit ding niet harder dan 25? Oh, niet gaan zeuren. Wat is dit voor miskant? Ik zei los. Er zit al best veel in. Eens kijken wat het oplevert. Misschien wel de hele combine. Nou, dat denk ik niet. Ik denk het ook niet. Nee, ik denk de bek nog niet eens. Ik ben benieuwd. Ik ook. Daar gaan we. Aan het geld te zien. Niet veel. Helemaal niks. Oh. Oh, 30.000. 33.000. Nou. Dat is helemaal niet slecht. Wat? Dat is niet slecht, jongen. Ja. Niet slecht. Ik wist met die combine puzzel. Hier. Ja, wat is hier? Toederen. Heus me. Nee. Achterhuizen. De betonpad op. Oh, doe. Ik mocht. Ja, ik heb spul even klaargezet. Ben jij bij de tractor? Ja. Ik stop bij de tractor. Die tractor. De tractor. Ik doe bij die tractor. Kijk toch hier. Oh, wat een monster. Dank je wel. Alsjeblieft, maak het af. Veel plezier. Maak het af. Ontzien. Oh, wat gaan we doen? Je gaat inklappen. Wat doe je? Stop je ermee? We zijn nog maar een kwartier bezig. Wat gebeurt er nou? Goed zo. Oh, maar hier is wel strand, ja. Hoezo? Hier, die vaste missen. Dat is toch wel leuk? Jawel. Ronald. Een bakje of zo. Nee. Twee of drie. Twee of drie? Twee of drie. Dus ik kan ook wel een paintje opkrijgen trouwens. Ja. Oh, nou wacht, ik doe dat even, maar dat is ook wel verkoop. Nee. Oh. Zo. Oh, schitterend. Mooi. Mooie strandkar, joh. Mooie machine. Come on, jank. Ik kan wel jank. Half uur al op de klok. Dan is de naaiigheid er ook al wel weer een beetje af, hè? Ja, zullen we een nieuwe koop? Zijn we het over spoor? Ja. Ik heb dit ook al weer gezien. Ja, hè? Nu al? Ja. Ja. Het gaat me lang niet rap genoeg. Nee, we moeten die 13 meter zijn back ervoor hebben. Minstens. En maar weet je wat je dan krijgt? 5 minuten combine per aflevering. Nee, en de rest ook... van de 3 kwartier ben je weer aan het zijn. Weet je, dat was natuurlijk ook gekheid. Alles gekheid. Ja, het is toch niet serieus wat ik allemaal zeg, joh. Ik begrijp het. Gelukkig. Doe jij er niet mee, doe jij er niet meer om als toen we met die olie omgingen. Pardon? Wat is over? Ja, hele team met een spul in het sloot. Dat is niet boven. Weet je wel. Nee. Ik moet zo even heen om een bakje koffie, hoor. Ja, ik ook. Want maar wat deur. Ja. Hey, Peter. Ja? Ik heb ook een beetje slecht nieuws. Wat dan? Zit je toch weer in de sloot? Nee, beter. Nee, die tijd is geweest. We hebben ons herpakt. Ja. Nee, het is natuurlijk Valentijnsdag. Ja. En, hoe zeg ik dat?
die breng je natuurlijk het liefst door met deze combine. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel heel duidelijk. Maar helaas is er iemand die ook op mij wacht. Nou, dat is toch wel een beetje overdreven flauwekul. Inderdaad, laat ik maar zitten. Nee, alle gekheid op een stokje. Wacht nog even film kijken, dus we gaan het niet al te laat maken vandaag. Nee, oké. Okay. Dus is ook niet erg, maar dan edit ik dat mooi snel. Heb ik dan nog weer een leuk filmpje op. Ben je morgen vrij? Nee. Ai! Nee! Het gaat weer mis, hè? Ja, het gaat even weer mis, ja. Het gaat weer mis, hè? Waarom zeg je dat zo deze keer? Het is nu al hilarisch. Ah, nou, ik heb ook echt wel dolle pret, hoor, Peter. Hij lagged. Lagged, hè? Nu weer. Plup. Net alsof er achteruit riet, maar dat doet er helemaal nooit. Oh, zo. Hier alweer. Plup. Echt? Ja. Daar hebben we er weer een. Een miskoop. Ja, een miskoop. Een Lexion sukkel. Oh, ik gooi het er ook nog voor ook nou. Een verrijker noob. Een verrijker noob, daar is hij weer. Kan niet met een joystick omgaan, alleen met zijn eigen kleine joystickje. Samen nog een toon. Doe maar elke keer zo, broer. Ja. Wat is dit nou? Kom op. Eeuw. Echt. Oh. Loser. Wat is dit voor combine? Weer zo'n pauper ding. Oh, dat is echt. Nee, hoe zeg ik het dan alweer? Bocht. Ja, dat is echt bocht. Wat is het voor Tarry? Ik vroeg ook Kirk. Ik proef gewoon pure Kirk. Ja. Oh, ik zit bijna vol, Peter. Kom eraan. Daar laat ik mijn intro wel voor staan. Oh, dat is een hele mooie rijm. Ja hoor. Het is net op zie, denk ik. Kom dan zit een mooie deur in. Zet Piet maar Steven. Wel niet. Wist. Ah! Oh! Ik kan niet bijhouden! Hey, ik dacht dat je op tijd was, maar dat was je niet. Nee, wel niet. Wat moet ik dan? Wel niet. Toch niet, wel niet. Ik ga hem komen, ja, zo moe. Niet, wel. Wat grappig. Leuk, hè? Echt superleuk. Farming physics are so dope. Ew. This combine is a huge. Ja? Ik ook een bakje koffie aanbrengen. Zijn we dat even doen? Ja. Doen we even. Oké, paard, wat heb ik in de hand? Dan zorg ik die straks weer. Ja. Ik zorg die net. Ik get die straks weer. Ik get die. Goed, ik get die ek. Merken al. Goeie. Onaten. Onaten, paard. Hoi. Kunnen we een jaars? Ik ben weg. Ja, ik ook. Ben je er al, hè? Wat? Wacht even, ja, ik heb die nog net zo bij. Hier is de hollebak nog net op de holle. Nee, de hollebak had ik nou wel op de holle, dat kan ik weer herren. Waar ben je nou? Ik weet niet of het daar beter van wordt, maar dan maar weer. Goed. Hier is toch nog een bakje koffie? Ja, ik heb een bakje koffie, ja. Nou, dan liek me wel. Ja, we zijn 12. Ja. Wat ben je ook aan met die knap, man? Jongen, ik ben lijk wel een DJ. Night the mall. Dat is zo mooi, hè? Ik denk wel even. Je zou mooi mijn water, hè? Voor de sfeer, hè, even. Ja, zakkercellen. Zakkercellen. Even. De zakkercellen, maar de maatjes. De knapke er even bij. Ja, de knapke er bij. En ben net wel iets te band, sa. Oh, dan ken ze mooi met biatje. Ja, oh, dat water is goed. Mijn blaadje. Sorry als je Fries bent, hoor, maar. Nee, ik zal je wat vertellen over Friesland en Friesen. Ik mag
graag over dat volk. Dat klinkt ook stom. Nee, nee, ik was vroeger. Nee, ik was zo'n gek. Vroeger veel in Friesland bij klaan. Nou ook nog wel us. Maar ik mag er graag hè? Serieus. Dat is geen grap. Nee, ik ook. Ik ook. Nee. Maar wel leuk blowen. Ja, de band en de band weer, champion. Loek kwam dan ook een biatje aan. Lakering. En ik ben al net bij je. En dan ging dat ruik nog op, man. Ja, hè. Ik zal weer over mijn baks. Heeft hij allemaal snuts over de microfoons? Ja, net. Slap koffie, dat was ook niet zo slim, denk ik. Ik heb gewoon helemaal last van mijn kaken van het lachen, joh. Nou, gekke man. Doe jij zo'n grap, man? Nou, dat is jij ook, hoor. Oh, dankjewel. Ik mag die humor van jou wel. Oh, ik van jou ook. Dat weet je, dat is wel mijn smaak. Hoe onnozeler, hoe mooier. Dat bedoel ik. Nou weer even serieus. Dat duurt misschien een minuutje. Ja, misschien wel. Misschien niet. Wil je weten hoe lang het duurt? Blijf vooral kijken. Ja, kan er niks aan toevoegen. Moet Jasmijn blijven? A, nee. B, A. Wat doe je liever, met Jasmijn op vakantie? A of B, B, B? B, B. Laat ze niet horen. Nee. Ik wil trouwens even de groeten doen. Doe eens. Aan de man uit Milson. Ja, zie je dat? Die zijn nu, nee, dat is uw kennis. Oh, dat is kennis. Maar de man uit Milson, die kijk ik nou ook. Ik ben groot fan geworden. Dus ik toch even... Wel ben het, hè? En groeten aan de man. Dat ga ik verder niet meer. Nou. Je moet hem noem bezet. Nee. Ja, dan kan ik wel door blijven gaan. Er zijn er zoveel. Ja. Zoveel. Ik kan niet meer op straat, maar. Hou op. Echt hoor. Het is wel een verveeld stukje. Ja, een hoekje erbij, hè? Ja. Verkoop. Ja. Ja? Nee, het zit te mooi tegen de stal aan. Vind ik ook. Hebben de koeien er een keer uit, jong, wil een keer zo door hem heen lopen. Net in een slee. Nee, ze is weer met een hinterbandje er even in. Ja. Het is wel leuker dan met die andere. Nou ben je op 20 minuten in de combine. Ja. En dan ben je weer kloor. Maar die bek... Dan moet je anderhalf uur stroop persen. Ja, dan gaan we zo meteen in doen met... Oproepboek. 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 Want ik heb alle stronten, ben ik kwijt. Hoe is het anders? Ja, goed hè. Ja. Oh. Stabiel. Eigenlijk moeten we die tank toch binnenkort hebben, hè? Ja, maar die kun je wel kopen, hoor. Oh ja, vanzelf. Maar dat is ook een beetje nodig. Zal we dat dan maar doen, dan? Ja. Die tank moeten we echt hebben, maar we moeten de stront erop kwaken. Dus... Ja, en door die stront hebben we weer... Opbrengstverhoging. Bonus. Waardoor wij dus weer meer geld verdienen, zodat we straks weer dikke trekkers kunnen kopen die we net nodig hebben. Exact en precies. En dan met die combiner in die sloot zitten, dan zit nog een stuk strobiers in die sloot. Krijg ik dat toch nooit meer weg. Volgens mij past dit precies. Dat is een mooi weten. Hebben ze met mijn GPS erheen gereden? Zeker. Wack ja. Zal maar eens even zien of de koeienstal alvast wat stro van mij wil accepteren. Nou, Peter. Doe eens gek. Ik ga het gewoon doen. Ah, ik kan hier zo slecht zijn. Echt? Maar laat hij net één piepstrook staan. Oh nee, echt? Ja. Oh, een p-strook. Ja, sorry. Dat zeg je niet. Nee, maar jij kan er zo een piep overheen doen. Ja, nou, vooruit. Zo. En we moeten er zo moeten om, nee. Ja, ik weet het. We 10 minuten net is, maar ja. Ik heb zelf night to down, ja. Nee, dat vind ik gewoon k-strek van je, dat kan niet doen. Ja, dan moet je niet zelf een k gaan zeggen, want dan heb je weer hetzelfde probleem. Ik zei wel k net, dus... Ja, want als we telkens nu elkaar ding gaan vertellen met k-strek... Nee, dan wordt het echt een k
opname waar dan je wordt het een opname en dan heb je de hele tijd van die ding tussen de... Deze ladenwagen ook. Kan dat niet wat dikker? Ah, nee, nee. Nee? Nee, of wel? Ach, wel. Wel. Lukt het een beetje? Ja, het gaat heel mooi, Peter. Goed zo. Jouw opwagen zit er weer bijna vol, zeker? Bijna wel. Het is een scheiding. Ja, dat is niks. Als je er goed over nadenkt, dat maakt me niks. Maar het is wel mooi. Ja, wel. Is die keeper nog steeds niet vol? Weet ik niet. Jij bent de man van de keeper nu. Ze hadden dan ook geen dikke gewaarden. 78%. Nee. Hoeveel ken ik nog bij die aanvroeg? Bijna 100%. Oeh! Ja, dat komt, dit is altijd zo. Kist toen niet even een zieke haard? Nee, dat ben ik nu niet. Ik wil niet door de gewassen rijden. Oh, ik ben wel bijna vol. Ja, eigen schuld. Ga het niet doen. Ga het echt niet doen. Nee, hè? Nee. Dat is tegen mijn farmingprincipes. En nu? Nou, we kunnen het proberen te minimaliseren. Ja. Door toch een klein tipje plat te rijden. Alvorens toch de bak te vullen. Nou, ben benieuwd. Ik denk 120. 120? Nee, dat we dat straks hebben. Ja, zo ja. Wat denk je nou dan? Ik denk 1000 euro de 1000 liters. Ik denk 24 toeren, de B is 134. Tank. Ja, tank dan? Tank. Of hoop staan. Dat is wat oor. Dat is hetzelfde, hè? En dan zeggen ze van, hoe is het? Ja, ik kan 100.000 beter. Oh, hij is al 19. Komt eraan, hè? Ja. En dan lang niet leeg. Oh. Dan gaat nog hard. 138 toeren. Maar dat het dan best vol. Geen bij. Ik heb er eigenlijk wel een keer een lanenwagen bij geef je. We boeren hard voor u, jongens. Hè? Ja, echt nee. Dit gaat allemaal. Dit is een neuzel. 58 en 10 is 68. Oh, over die schouder zeker. Ja. Nou, dat kan. Dat doen we gewoon. Ja. Yeah. Dan hebben we nog 70. Ja. Ik ga kijken. Oh. Je hoeft niet iets te kopen, hè? Dat is niet verplicht. Niet? Nee. Oh. Alleen als het onze inkomsten positief gaat beïnvloeden. Nou, ik denk er goed om dat dit wel... Dit gaat echt helemaal goed gaan. Ja? Ja. Oh, wat is nou weer gekocht? 2 machines. Hoezo 2? Wat heb je gekocht? Een ladenwagen en een stroomtank. Oh nee. Ja. Yeah. Mooi. Met een ladenwagen voor stro wat geen cent oplevert. Houd hem op direct hoor. Wij zijn zo trots op zijn naaien oproepen. Ja, ik les mijn huidige oproepen. Zo, die is leeg. Nou, wat de volgende upgrade. Ja. Toch echt wel weer een trekker, denk ik. Waarom? Nou, onze machinepark vergroot, maar de trekkers blijven achter. Ja, maar we hebben hele mooie tractors. 2 maar. Ja, hoeveel zijn we? Ja, maar moeten we steeds omkoppelen. Heel gedoe. Ja, dat is waar. Wat een gedoe, joh. De tijd voor een nieuwe trekker. Ja, dat is wel een beetje gelijk eigenlijk. En als we een werker aanzetten, zijn we ook een trekker kwijt. Dat ook. Want deze combi wordt toch al serieus. Toch wel? Ja. Wat we natuurlijk ook kunnen doen, ja. Met als we nu weer wat geld verdienen, mm-hmm. Een paar koeien erbij kopen. Hoeveel koeien hebben we? 50? 60 geloof ik toch? 60. Oh, 30 maar. 30? 30. Ook nog wel een koeien bij. Wat voor koeien wilden we? Wel goed, hè? Holsteins. Ja. Dit is een wolken, hé, toe. Ronald. Ja. Dit is een wolken. Mooi. De wolken is mooi. Oh, trek ik hem toch gewoon door. Die trekker, hè? Die duizend, hè? Die enter. Is goed machine. Ja. We hebben een nice percent meer. Oeh. Hoeveel vee is de bikocht, hè? De helft. Oh, nee.
Ook 30. Twee keer de helft. En maar nou 60. Ja, wel mooi. Wel mooi. Dan moeten we weer voeren. Dan moet de voermachine weer gelden. Ja, is gelijk. Even kijken hoor, want ik denk dat we nou ook wel mogen gaan voeren. Dat denk ik ook. Want er zijn in één keer 30 jonge dames bij. Met hongerige buikjes. Ja, wat een topvallend tijdsdag is dit, hè? 60 dames die op me zitten te wachten. Het is inderdaad wel een heel klein mengwaakje, hoor. Vergeleken met wat we allemaal hebben nu. Ja. Dus eigenlijk wel... Hè? Waarom zie ik nou geen trekker? Is er genoeg stro? Nee toch? Weet ik jawel. Niet. Hoe kan wanneer... hoe kan er genoeg stro wezen? Wanneer heb jij stro... Net. Met die andere wolken. Ja. Dus dat is toch goed? Jawel. Maar als ze er toch koeien bij doen, moet er toch ook weer stro bij? Ja. Oh, is dit kuil? Kijk eens naar deze wagen. Is mooi. Oh! Oeh! Zo. Ik moet eigenlijk een bakje hebben. Stro? Ja. Dat kan. Oh Mario. Veel plezier ermee. Ja, dankjewel. Gaat vast lukken. Oeh. Oeh. Dat is ook wel meer als genoeg. Ja, een beetje te veel. Als je er nu eens hooi bij doet. Ja. Probeer. Ja, perfect. Perfect. Oké. Nog een rondje. Doe maar. Heb je nou. Wacht, ik doe er wel even een halve paan hooi in. Dan kun je de rest vullen met spul. Ja, schout. Duk, kom erna, ja? Bubba. Hoe is mijn pa? Goed. Mooi. Ja. En met pa? Goed. Mooi. Toch vind ik dit alsnog, dat haalt hij de mooiste trekker die er is. Die fan? Ja. Ja. Ja? Ik hoef ook geen andere trekker weer. Ja, nee? Een keer voor afwisseling. Ja, precies. Maar niet omdat ik nou echt denk, ik wil een andere trekker hebben. Nee, snap daar. Nee, heb ik niet. Die begrijp ik wel, hè? Ja, hè? Jawel. Heb ik met de 4 jaar. Nee. Ja. Niet. Ik vind dat zo'n mooi ding. Is het niet. Wel. Is dat ding nog maar net. Ja, maar mooi ding. Staat nog net een uur op. Ja, maar kinderen ik nog langer van genieten. Ja, dat is echt best zo. Nou, kunnen we de volgende aflevering mooi gaan injecteren. Ja, mooi. Want ik heb hem hier klaarstaan. Keurig. Met... Oh, wat een mooie kombi, hoor. Met die vent, hè? Die vent met die schouder. Ja. Ik denk, hè, als je die Fiat ervoor zet, dat wel net zo mooi is. Nee, denk ik niet. Niet, hè? Nee. Oh. Nee. Oh ja. Vet, hè? Vet. Kombi, hoor. En daar hebben we toch maar even met Bimekoff verdiend, hè? Dat bedoel ik. Is toch wel serieus pro-farming. Kijk eens waar ik er ook nog voor druk heb. Mooi hoor. Nee toch. Jawel. Prachtig hoor. Dat is weer een mooie teaser voor de volgende aflevering. Dat bedoel ik. Zal ik nog één wagentje halen? Nou, vooruit. Dat vinden kijkers vast leuk. Hoeveel voer hebben onze dametjes? Nou, die kunnen zich aardig vernuiveren. Oh, die vent, die staat ook alleen maar in de weg. Eigenlijk wel, hè? Doe maar weg. Ja, hè? Oh, die vent met die melktank. Ja. Ja, die. Ik vind dat ding van niks, jij dan. Sorry, wat? Mooi ding. Ja, wil je hem houden? Die wil ik houden. Oké. Okay. Ja, heb je die een keer uit elkaar getrapt? Vroeger, met hè? Baan, hoor. Volgens mij wel, hè? Ja, met jouw pa. Ja. Voor jouw oom Wieger. Ja, wel, hè? Ja. Dacht ik al. Ik denk al, ik kan me de heuk sowieso heuk. Ja, en het was heel leuk. Ik kan me nog gewoon herinneren. Die tank zit voor het dashboard van het stuur, ja? Ja, klopt. En dan heb je, er zit er zo'n slangetje. Ja.
Die gaat dan van de bovenkant tank door het dashboard heen naar de onderkant van de tank. En zo kan je heel mooi de brandstofniveau zien. Ach ja, jong. Ja, echt? Prachtig. Dat is wel vet. Dat is super vet. Oh, weer wat geleerd. Dat is allemaal herhaling, dit. Ja. Nou, dan moeten we toch de volgende aflevering de laatste wagen even ophalen. Ja. Want dit red ik niet met deze wagen. Toch niet, hè? Nee. Ik vind wel dat we nou een schierboerderijtje hebben, hoor. Gaat goed, gaat goed. Dat gaat erg mooi. Ja, wat? Oh, wat mooi rijden. Ja. Oké. Okay. Combine, wie heet dat? Axelo? Ja, wie heet dat nou allemaal zelf? Doen we gewoon allemaal zelf. Ja. Oh, dat is een fan met een afspuit. Nee. Denk je aan mij? Het is een open cabine. Ja, ik doe alleen de motorkap even voor je. Niet te veel op mij spuiten. Nee. Doe, denk aan mij. Ja, rustig dan maar. Nou, je gaat met de lans op en neer alsof het een wildernis is. Hoe doe je dat toch? Zonder slang. Ja, dit is een draadloze, hoogdruk spuit. Knap hoor. Ja, via wifi. Oh. Oh, denk ik loop hem met die mat. Even tegelijk. 1, 2. Oh. Jij hebt hem hoger staan, of niet? Ik heb hem op 8. Jump 8. Oké, 1, 2, spring. Ja, bijna wel. 1, 2, spring. Oh, oké, nu jij weer. 1, 2, spring. Oh. Nou, nee. Nee? 3, 2, 1, spring. Ja. Nee, nog niet. Nee. 1, 2, spring, 3. Ja. Spring, 1, 2, 3. Die was, dat was. 2, nee. Hoe gaan we dit nu doen? 1, 2, spring. Oh, ja, oh! Deze was vlak, vlak, vlakkie. Oh. Eerst door de hurken en dan hem al. Dan okay, kom je verder, hè. Wacht even. 3, 2, 1, spring! Nee. Ja! Ja? Bij mij wel. Ja, bij mij niet. Oh! Verkeerde knop. 3, 2, 1, spring. Ja, nou is hij bij mij weer goed. Nou, huh? Waar ben je nu? Hier. Oh. Serieus? Ja, ik zeg je niet. We hebben onze oefeningen wel weer gehad. Dat bedoel ik, ben kapot. Ik vind u wel gesloopt. Nou, mooi. Ik zou zeggen, geniet even lekker van de film. Ja, dankjewel. Nou. Doe het zo. Doe het zo. Oké. Okay. Hey, later. Yo. Mooi. Mooi. Hudde wien, ja. En zeist. En zeist.